In het Alblas is het onderstation door de Veenegrond langzaam verzakt. En hoe dit zit, maar vooral hoe het wordt opgelost, gaan Sandra en René mij vandaag vertellen. En ik neem jullie mee. Hey Sandra. Hey Sophie, hoi. Hi. Wat heeft dit te maken met treinen? En dit is een onderstation. En in een onderstation komt de elektriciteit binnen die wij omzetten voor de voeding voor de bovenleiding. Zonder onderstation geen stroom voor de treinen. Zo simpel is het. Dus Sandra, dit is dus eigenlijk de schakelaar die bij mij thuis in mijn groepenkast zit. Ja, zo kan je het een beetje noemen. Okay. Ja, dat klopt. Naast dat koperen stuk met die schroef, daar zie je een plaatje zitten. Ja, het tussenplaatje. Ja, dat tussenplaatje hebben we er al in moeten zetten om het te werken te houden. Zover zijn de kabels gezakt. Om nu een goed beeld te geven over de verzakking. Eerst hebben we de straat opgehoogd. Dat is ongeveer 10 jaar geleden. En 6 jaar geleden hebben we het trappetje erbij gezet. Oh, zo, dat gaat snel. Ja. Hey René. Hey Sophie. Jij kan mij iets vertellen over de nieuwe situatie. Ja, dat klopt. Wat hier is gebeurd, zijn nieuwe kabels zijn ingevoerd, opnieuw afgemonteerd, met nieuwe eindsluitingen. En onder de grond zijn ze ook gefixeerd, zodat ze niet verder kunnen zakken en niet aan de installatie als het ware kunnen trekken door het gewicht. Oké, duidelijk. En wat bedoel je dan precies met fixeren? We hebben een constructie gebouwd waarmee die kabel echt vastgeklemd wordt, zodat hij niet meer omhoog of omlaag kan gaan. Een stukje kabel. Oh. Zo, dus dan wordt eerst dit stukje aan elkaar gelast of is het allemaal tegelijk? Ja, doen we echt laagje voor laagje, gaan we erbij langs en beginnen van binnen en die werkt naar buiten toe. We kunnen wel even kijken in de tent, wat wordt de volgende last die we gaan maken. Nou ja, daar zie je de bovenleidingsinstallatie die wij dus voeden met die 25 kV-kabels. Dus die lopen hier zo langs en gaan naar die installatie toe. Ja, en als dat uit zou vallen door die verzakkingen, ja, dan heb je dus het risico dat er geen goederenvervoer meer mogelijk is. Dat goederenvervoer komt dan van de Rotterdamse haven? Ja, naar het achterland, hè? Naar het achterland. Richting Duitsland of via de Brabantroute, ja. Ik vond het indrukwekkend, maar ook wel gecompliceerd. Want het is niet makkelijk wat jullie hier aan doen zijn. Nee, dat klopt. Daar hebben we vakspecialisten voor aan het spoor, hè? Ja, nou, veel succes nog. Dankjewel. Doei. Bye.